beetje winderig nu. En ik ben niet in Nederland. Als ik omdraai zie je het. Zie je wetlands. Drasland in het Nederlands. Maar over het algemeen gebruiken we de Engelse term biologen wetlands. Wetlands komen in Europa steeds minder voor, omdat we zorgen dat het land ingepolderd raakt. En dan kunnen we het gebruiken voor landbouw bijvoorbeeld, als de waterspiegel wat omlaag gaat. Hier midden in Helsinki is dat niet het geval. Je ziet er op de achtergrond dat er wel gebouwd wordt. Ja, dat is de stad. De stad omringt dit hele gebied. Ik ben een stukje aan het hardlopen en het is echt, ik vind het hier fantastisch. Heel mooi. Allemaal van die vogelobservatieplekken. Want de wetlands zijn hotspots voor, weer een Engelse term, hotspots voor biodiversiteit. Omdat de omstandigheden nogal wisselen. Ja, er kan meer water, minder water zijn. En dit water bijvoorbeeld staat in contact met de zee. Helsinki ligt aan de zee, de Oostzee. En dat water, ja, dat zorgt dat het hier wat brak is. En hoe verder je landinwaarts komt, dus er minder brak en meer zoet water het is. Maar dat kan nogal verschillen en door die wisselende omstandigheden heb je heel veel verschillende planten, insecten en dus ook vogels. En dan gaan we even kijken naar een vogelobservatieplek. We staan hier op een hoger uitzichtpunt, uit de rand van de stad wat beter zien. Je ziet hier, als ik het omlaag ga, dan gaat de wind ook wat liggen. En je ziet hier een vogelobservatieplek. Verschillende vogels die je hier kan zien. Sommige die bij ons ook wel bekend zijn. Zoals de kieviet. Ja, die ken je vast ook. En slechte bioloog dat ik ben. Volgens mij is dit een grutto, maar ik weet dat niet zeker. En er is kennelijk iets met een schoolekster. Er staan hier plaatjes. Ik kan hier een schoolekster in herkennen. En daar is ook iets mee aan de hand. En dit zijn knobbelzwanen. Dus kennelijk moeten we opletten op deze twee vogels. Daar is iets mee. Ja, BirdLife International zit hier ook achter. Een stukje hier bij Helsinki wat ik even wilde laten zien. Ander observatieplekje. Je ziet het stukje waar ik net stond. Ook die verhoging. Misschien zie je die mensen net lopen. Hier is net wat windstiller. En dat zie je door het bos. En wat hier ook mooi te zien is, vind ik, is dat dit is een paar meter, het zal 3-4 meter zijn. En je ziet daar het riet hieronder. Dat zie je langzaam zo in grasland overgaan. Dus hier riet. Ja, daar is het kennelijk nog heel drassig. Dan kunnen normale grassen zich niet handhaven. En dan zie je hier de eerste kruiden komen. Grassen. En hier naar boven toe bos. En het bos, dat zou natuurlijk ook, dat zou wat dichter hier naartoe staan als we het zijn gang zouden laten gaan. Maar dat bos dat kan zeker niet hier beneden in dat moerassige gebied staan. Dat doen die Europese soorten doen dat niet. Ja, een heel mooi stukje, maar je ziet daar de druk van de stad. Hè, die zie je komen. Huizenprijzen in Helsinki zijn ook fenomenaal. Daar kan Amsterdam nog een puntje aan zuigen. Dus je kan je voorstellen dat er zullen heel wat ontwikkelaars een oogje laten vallen op dit gebied. Want het is natuurlijk fantastisch mooi wonen, maar mooi dat het zo blijft. Dat het in stand blijft. Hier in Helsinki, half augustus. En tot mijn schrik zeiden de bevolking zelf, zei half augustus, ja, het is alweer bijna herfst. Want die begint hier eind augustus. Dus de zomer is bijna klaar hier. Heel kort seizoen. Dat is misschien een topic voor een volgend filmpje. Fijne vakantie nog.